Zeeland, Ellebautsdijk, januari 1858. Jacob van Nufteren krijgt een bericht dat zijn moeder in Nijmegen op sterven ligt. Wil hij haar nog levend zien, dan moet hij direct op pad. Van Ellebautsdijk naar Nijmegen. Een wereldreis in eigen land. Ik vertrok diezelfde avond omstreeks 12 uur in de nacht, terwijl het ontzettend koud was en hevig vroor. Hij gaat dus hier naar dit punt toe en neemt dan de postveerpont naar de overkant van Terneuzen. Het lijkt niet ver, maar hij moet door allemaal zandbanken heen en het is ook heel koud weer met ijs. Maar hij komt op tijd in Terneuzen aan en dan kan hij met een postdiligence naar Sint-Nicolaas, want hij weet dat daar een smal spoortje is naar Antwerpen.